Dat betekent dat wij gaan spreken met Ronnie Boogaert. Dr. Ronnie Boogaert is verbonden aan het LUCL, Taalkundeinstituut van de Universiteit Leiden. Hij verzorgt daar onderwijs, maar doet ook onderzoek. En dat bevindt zich op het snijvlak van taalkunde en taalbeheersing. En Ronnie zal spreken over dat project, de actualisering en uitbreiding van de EANS, zoals dat heet. Ja, waarom is dat gebeurd? Wanneer? Wat is er precies gedaan? Ronnie, ga je gang. Ja, welkom allemaal. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen. En anders krijg ik vast wel een seintje. En zien. Mijn naam is Ronnie Boogaert. Vanaf begin vorig jaar is het project De Nieuwe ANS eigenlijk ondergebracht bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Maar aan de herziening van de ANS is ook nog wel wat vooraf gegaan. Heel wat vooraf gegaan eigenlijk. Een aantal jaren om precies te zijn. Nou, deze foto bij, die staat vandaag ook op nederlandistiek.nl. Deze foto is uit 2015 en dat is eigenlijk het begin van de herziening van de ANS. Eigenlijk het begin van ANS 3, zoals die vandaag wordt gepresenteerd. De foto is genomen in Leiden. We zien links voor Timothy Kolleman van de Universiteit van Gent. Die komt zo meteen aan het woord. Achter hem zit Lisbeth Augustinus, die in het eerste jaar betrokken was bij de herziening. En aan de rechterkant Maaike Belien en Ton van der Wouden, die in Leiden hebben gewerkt aan de hoofdstukken die vandaag ook daadwerkelijk in de Nieuwe ANS te lezen, te zien zullen zijn. En misschien nog wel belangrijker is wat er op tafel staat. Dat is namelijk de ANS, de papieren ANS uit 1997. En velen van u zullen de ANS misschien in deze vorm kennen. De papieren ANS uit 1997. Er zijn misschien onder u ook nog wel mensen die de allereerste ANS kennen uit 1984. Ter geruststelling, ik ben ook een van die mensen. Ik weet dat nog, ik zat op de middelbare school en ik weet nog dat die werd gepresenteerd. Dat de docent Nederlands daarmee aankwam. Mocht u wat jonger zijn, dan kent u misschien eerder nog hier rechts in beeld de E-ANS. Dat is de digitale versie van de ANS. Die staat online sinds 2002. Maar inhoudelijk is dat exact hetzelfde. Heeft exact dezelfde inhoud als ANS 2 uit 1997. En dat ziet er dan nu tot vandaag ziet dat er zo uit. De oude website blijft trouwens nog een tijdje toegankelijk, maar dat is een ander verhaal, dat komt nog. Dat herzieningsproject begon dus in 2015 met die lunch waarvan u de foto zag. En de eerste fase van dat hernieuwingsproject heeft gelopen tot eind 2018. Werd bijna volledig gefinancierd door de Nederlandse Taalunie, maar daar werkten ook... Ik krijg iets in beeld. Er werkten ook, om precies te zijn, vier universiteiten en het Instituut voor de Nederlandse Taal aan mee. Dus de Universiteit van Leuven, Universiteit Gent, het LUCL in Leiden, waar ik zelf werk. En de Radboud Universiteit Nijmegen, waar de oude ANS, ANS 2, eigenlijk nog steeds wordt bewaard. En waar Walter Hazerijn werkte, moet ik zeggen. Dat herzieningsproject, dat bestond eigenlijk uit drie dingen. Aan de ene kant werd er gewerkt aan de digitale omgeving. Daar was nog aan vooraf gegaan aan dit project een soort veldbevraging. Uit die tijd ken ik dat woord veldbevraging. Waarin aan taalkundigen in Nederland en België werd gevraagd wat ze vonden van de ANS, wat er veranderd zou moeten worden. Een van de dingen was de website die misschien gebruikersvriendelijker zou moeten zijn. Daar gaat Frank Landsberger straks over vertellen als hij de nieuwe ANS presenteert. Er was een tweede werkpakket taalvariatie en daar zal Timothy Kolleman zo meteen iets over vertellen. En zelf was ik betrokken bij de inhoudelijke revisie van de ANS. Je zou je natuurlijk af kunnen vragen, ja, een grammatica van een taal, waarom moet die eigenlijk geüpdate, of met een mooi woord, waarom moet die eigenlijk gereviseerd worden? Er zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats verandert natuurlijk de taal zelf. Dus de ANS 2 is uit 97 en dat is toch alweer een hele tijd geleden. En als u, zoals ik bijvoorbeeld, studenten heeft, dan zijn die allemaal na die tijd geboren. De meeste van hen in elk geval.
En dat merk je ook wel aan hun taalgebruik. En zowel in hun geschreven taalgebruik als in mondelinge taalgebruik hoor je vaak zinswendingen en constructies die helemaal nog niet in de ans staan. Maar misschien nog wel belangrijker hebben we gemerkt eigenlijk bij die revisie van die hoofdstukken is dat we steeds meer weten over de grammatica van het Nederlands, omdat er zo ongeveer vanaf 1995, toen het literatuuronderzoek voor de vorige ans was afgesloten, natuurlijk heel veel meer taalkundig onderzoek heeft plaatsgevonden. En dat we heel veel meer dingen ontdekt hebben over de grammatica van het Nederlands. Belangrijk om te noemen is bijvoorbeeld de Syntax of Dutch, die onder leiding, nou eigenlijk grotendeels geschreven is door Hans Broekhuis. Dat is een Engelstalige grammatica gericht op taalkundigen. Maar dat is eigenlijk wel, wat je daarin kunt lezen, is de weerslag van heel veel van dat nieuwe taalkundig onderzoek van na 1995. En heel veel van die inzichten moeten natuurlijk eigenlijk ook gewoon verwerkt worden in de ans voor een iets groter publiek. Dan is er nog de kwestie van normen over taal die veranderen. Dat is eigenlijk een onderwerp waar Timothy Coleman zo meteen wat meer over zal vertellen. En dat heeft ook vooral te maken met de visie op variatie en de status van bijvoorbeeld Belgisch Nederlands, Surinaams Nederlands tegenover Nederlands Nederlands. Maar dat laat ik even voor Timothy. Even over de inhoudelijke revisie. Er worden vandaag 3 hoofdstukken gepubliceerd die helemaal nieuw zijn. Dat zijn 2 hoofdstukken over voorzetsels, de adpositie, hoofdstuk 9, en de adpositieconstituent, hoofdstuk 17. Die zijn allebei geschreven door Maaike Belien. En daar is hoofdstuk 29 over negatie. Als u daarna gaat kijken, nu zou dat vergelijken met de oude hoofdstukken, dan zult u zien dat die hoofdstukken eigenlijk allemaal vanaf 0 opnieuw zijn opgebouwd, ingedeeld, gestructureerd en uitgebreid. Wat alle paragrafen van de nieuwe ans, dus ans 3, met elkaar gemeenschappelijk hebben, is dat er als het ware 3 lagen zijn. Ze beginnen met een stukje algemene informatie, een soort samenvatting, en dat zal voor sommige gebruikers genoeg zijn. Vervolgens er een gedeelte verder lezen. En er is een laag verdieping waar je echt voor moet doorklikken. En in die laag worden wel degelijk kwesties besproken die soms misschien vooral voor andere taalkundigen interessant zijn, maar ik sluit niet uit dat heel veel mensen het interessant vinden, over discussies die nog gaande zijn, alternatieve analyses, onduidelijkheden enzovoort. En ook wel verwijzingen naar literatuur. Dat is een laag die eigenlijk nieuw is in ans 3. In vergelijking met de vorige angst. En dat is natuurlijk ook in een online omgeving veel makkelijker te realiseren. Ik mag een paar kleine dingetjes vast laten zien van de hoofdstukken. Straks, later pas, wordt de website daadwerkelijk onthuld. Dus dit is een beetje een stiekem sneak preview. Uit hoofdstuk 29, het favoriete voorbeeld van de auteur, Ton van der Woude. Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen. Wat ervan te zeggen is, of wat er in de nieuwe ans van wordt gezegd, is dat het taal toch iets anders is dan logica of wiskunde. Je zou kunnen denken, nooit geen, dubbele ontkenning. Dat betekent eigenlijk dat er altijd rode rozen op een zeemansgraf staan. Dat het niet kan, dat het niet mag, dat het moet worden afgekeurd. Maar eigenlijk in het daadwerkelijke gebruik betekent dat iets anders, namelijk op een zeemansgraf staan helemaal nooit rode rozen. Dat is een soort versterkend element. Wat er in de nieuwe ans over wordt gezegd is behoorlijk genuanceerd, ook wel genuanceerder nog dan in ans 2, die op het gebied van taalnormen trouwens ook wel heel goed is. Er hoort een labeltje bij, dat ziet u rechtsboven, over informeel en ST, standaardtaal, met een vraagtekentje. En daar zal Timothy Coleman zo meteen iets meer over vertellen. Misschien een kleine vooruitblik op het voorzetselhoofdstuk. Er wordt heel veel over betekenis van voorzetsels gesproken, meer dan in de vorige angst. Er zijn allerlei indelingen van voorzetsels, achterzetsels, omzetsels gemaakt op grond van de verschillende betekenissen en gebruiksverschillen, maar ook wel wordt er een onderscheid gemaakt tussen veel gebruikte normale voorzetsels en formelere voorzetsels die niet zoveel gebruikt worden. Wat leuk is van betekenisaspecten in de nieuwe ans, zoals betekenis tussen verschil tussen voorzetsels en achterzetsels, de zaal in de zaal, is dat daar tekeningetjes bij horen, wou ik toch even laten zien. Sommige mensen die een beetje visueel zijn ingesteld, die zien dan meteen van, aha, ja, dat is een mooie manier om het betekenisverschil weer te geven. En dat is systematisch in het hoofdstuk doorgevoerd voor alle voorzetsels. Iets anders is nog dat het hele hoofdstuk over voorzetsels, dan ontzettend veel voorbeelden in, zijn allemaal uit een corpus. Zijn allemaal dus authentieke, daadwerkelijke voorbeelden. En dat
corpus gebaseerde van ANS 3 heeft ook tot voordeel, ten voordeel, dat is trouwens een voorbeeld van een voorzetseluitdrukking, dat je iets kan zeggen over de frequentie van dingen. En dat is heel interessant. Wat u nu in beeld ziet is een tabel met de zogenaamde voorzetseluitdrukkingen aan de vooravond van. Dat zijn iets complexere voorzetsels waar ook een zelfstandige naamwoord in zit. De voorbeelden komen allemaal uit een corpus, maar je kan die tabel ook zelf ordenen, bijvoorbeeld op frequentie. Deze is nu op alfabet, maar u zou zich af kunnen vragen, wat is de meest voorkomende voorzetseluitdrukking in het Nederlands? Er zijn er namelijk ontzettend veel. U ziet hier alleen maar een stukje van de A en de B. Maar bijvoorbeeld voor tweede taalleerders is die frequentie best een interessant gegeven. Je zou bijvoorbeeld alleen met leren bovenaan kunnen beginnen. Dus wat zou de meest frequente voorzetseluitdrukking van het Nederlands zijn? Ik moet een beetje op de tijd letten, maar ik laat u toch even over nadenken. Nou, je kunt op de frequentie klikken. Je kunt er ook nog een tabel van laten maken, een grafiek in de nieuwe ANS. En dan ziet u ook wat er bovenaan staat. Hoop ik, zie het nu zelf eigenlijk niet, want u het voorstelt. Dus ik hoop dat u het ziet. En anders mag u daar een vraag over stellen in de chat en dan kom ik daar nog op terug. Maar je kunt de type grafiek kun je dus in de nieuwe ANS laten genereren. Oké, dat zijn de hoofdstukken. Dat waren een paar kleine dingetjes uit de hoofdstukken die vandaag worden gepresenteerd. Even een kleine vooruitblik over de dingen die verder nog uit dit project zijn voortgekomen. Later dit jaar volgt het hoofdstuk over, een behoorlijk cruciaal hoofdstuk voor een grammatica, over de woordvolgorde in de zin. En daar, de auteur van het nieuwe hoofdstuk is Mario van der Vissen. Wat ook later dit jaar gaat gebeuren, ziet u hier staan, hoofdstuk 1, dat heeft met ons project niet zoveel te maken. Dat is een project dat parallel aan dat van ons heeft plaatsgevonden. Maar dat is een volledig nieuwe klankleer van het Nederlands die het huidige hoofdstuk 1 zal vervangen en ook veel uitgebreider is. Dat was eigenlijk een ander project, maar echt een hele mooie aanvulling op de ANS. Ja, voor de andere hoofdstukken zult u moeten wachten tot 2022, maar daar is al wel heel veel werk verricht door onder andere Adrienne Bruin zit hier, Lisbeth Augustinus, Dirk Pijpops rechtsonder en Maarten Boogaerts linksonder. Die hebben allemaal al veel werk verzet aan hoofdstukken die dus in 2022 zullen verschijnen. Ja, dat is eigenlijk dus de eerste fase geweest van het herzieningsproject. En vanaf, zoals ik al zei, begin vorig jaar is het project in handen van het Instituut voor Nederlandse Taal. In de betrouwbare handen van Frank Landsbergen en Maaike Belia. Daar zijn we heel erg blij mee, ook omdat het dus gecontinueerd zal worden. En omdat er gewoon altijd iemand is die voor de ANS iets kan doen. Ook als u in de nieuwe hoofdstukken dingen ziet die niet kloppen, dan laat u dat even weten en dat kan dus eigenlijk gewoon simpelweg heel makkelijk gecorrigeerd worden. Dat is eigenlijk mijn verhaal over het eerste deel van het herzieningsproject. Er zijn nog twee namen, ik heb veel namen genoemd, er zijn nog twee namen die ik even moet noemen, die naar mijn gevoel een hele belangrijke rol hebben gespeeld in dat eerste deel van het project. Dat zijn Walter Hazerijn, Mr. Ans himself, en Johan van Hoorden van de Nederlandse Taalunie, die echt wel een inspirerende en drijvende rol hebben vervuld, maar die ik nog niet had genoemd en die hopelijk vandaag nog wel een paar keer langs zullen komen. Rest mij u nog een goede middag te wensen en heel veel plezier met de nieuwe ANS-website die na de pauze wordt onthuld. Dankjewel.